En dan nu? Hallo kijkers. Het begon met het Sofie-nummer. Dat veranderde een paar jaar later in het burgerservice-nummer en was sowieso al BTW-nummer tegelijk. Toen kwam de RFID-chip in het paspoort waar ook vingerafdrukken op zijn opgeslagen. Sinds kort zijn er wetsvoorstellen voor het afluisteren van telefoongesprekken en internet en wordt sinds een maand de inkomensgegevens van allerlei huurders aan woningcorporaties zonder toestemming doorgegeven. Allemaal inbreuk op de privacy door de overheid. En de overheid is zelf ver van transparant. Sinds een tijdje moet u uw plastic apart inleveren. In doorzichtige zakken staat daar een informatiebron van en over de burger van je welste. We kunnen zo zien welke koekjes de buurvrouw eet, welke limonade er gedronken wordt in de straat of welke magere of vette kwark er gegeten wordt, welk afwasmiddel ze gebruiken, welke shampoo er in het haar gaat en welke boter er op het brood gesmeerd wordt, welke wasverzachter er gebruikt wordt en of ze te lui zijn om bijvoorbeeld uien te snijden. Maar dat hoeft nu niet meer. Vanaf vandaag is er de blauw gekleurde plastic privacy binnenzak. Zet voortaan uw plastic zorgeloos aan de straat. Niemand heeft er ook maar iets mee te maken wat u eet en welke contactlenzenvloeistof u gebruikt. Koop wel de zak met het erkende plastic privacy logo. Verkrijgbaar bij alle plastic zakken verdeelpunten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.